Misschien hebt u als kind uw dubbele Panini-exemplaren ook wel op de speelplaats geruild. De rage van de voetballersplaatjes is ongezien. Jong en oud is aan het verzamelen geblazen. Ja, er is een vraag hier geld voor een paar stickers. En over hoeveel geld gaat dat dan? Ja, soms om 10 euro, 5 euro. Of 6 euro? Ja. Nee, er was een jongen die mij heeft gevraagd voor een hele pak kaarten voor 8 euro. En we hebben ook op een bepaald moment gemerkt dat de kinderen niet meer ruilden, maar dat ze eigenlijk centen vroegen om te wisselen. En dan werd het eigenlijk een echte handel. En daar hebben we gezegd van dat het niet meer mocht. Ja, ze gaan er wel ver in die paninis, hè? Ja. Ik weet dat wij vroeger dat ook wel ruilden en dat dat dan bij ruilen bleef. Soms was er eens een speler die wat meer waard was en daar kreeg je dan 2 prentjes voor in ruil of zo. Maar centen vinden wij ook vragen is eigenlijk wel een stapje te ver. Daarom mogen er hier in het Saverius College geen stickers meer geruild worden op de speelplaats. Ik vind dat wel een beetje overdreven, want dat is een beetje de bedoeling dat je ermee ruilt. Liever als je minder geld verspillen in de winkel, als je vrienden dat dubbel hebben, dan kan je dat ruilen met iemand anders. We proberen natuurlijk ook die ondernemingszin nog wel te stimuleren. Dus we vragen eigenlijk aan de leerlingen om lijsten te maken, waarop ze hun dubbels noteren. En dan kunnen ze achteraf buitenschool dat ruilen nog wel realiseren, want uiteindelijk zien ze elkaar ook wel veel buitenschools in de buurt. En zo geraken die paniniboeken misschien toch nog vol.